wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag denk ik al 6 momenten gehad dat ik deze vlog had kunnen openen. Maar ik ben het gewoon elke keer vergeten. Want ik heb echt elke keer vandaag gedacht van, Pam, je bent thuis, ga zo even vloggen. Maar dan denk ik, ah, oh, komt zo wel. En dan vervolgens vergeet ik het gewoon keihard. Niet dat ik nou heel veel nuttigs heb gedaan wat ik jullie had kunnen laten zien. Maar dan nog, dan had ik wel in daglicht de vlog kunnen openen in plaats van dat ik dat weer in de avond doe. Ik heb vandaag school gehad, zoals elke dag. En ik ben vanavond naar een recital, heet dat geloof ik, van een masterstudent geweest. Hij heette Mark Luyks. Holy shit. Holy moly. Die jongen kon zo, zo goed zingen. Dat was echt niet normaal. Ik zat echt zo met open mond te kijken. Het was echt bizar. Ik zou zo graag willen dat ik het aan jullie kon laten horen. Maar dat gaat nou helemaal niet. Maar wauw, ik heb echt in lange tijd niet iemand zo goed horen zingen. Hij was zo goed. Dat was echt bizar. Ik was ook echt wel eventjes stil of zo ervan. Daarna, ik dacht echt, wow. En vooral dan te bedenken dat jij op dezelfde school les hebt van dezelfde docenten. Dan denk je echt, what the hell. Dat is echt bizar. Dat was in ieder geval echt fantastisch. Ja, ik ga zo meteen lekker slapen. Ik heb morgen weer een lange schooldag. Ik heb les tot 6 morgen. Dus dat is even heftig. Ook zangles morgen. Daar heb ik wel zin in. Ik hoop dat ik weer een beetje goed ben voorbereid. Ik denk het wel. En ja, wel een heftig dagje morgen. Maar dat gaat helemaal goed komen. I can do this. En ja. Nou, deze meid heeft vandaag tot 8 uur op school gezeten. Echt heel heftig. Ik had sowieso tot 6:30 les. En daarna ben ik nog even gaan studeren. Dus ja, toen ben ik naar huis gegaan ben ik gelijk gaan eten. Want ik had echt niet normaal veel honger. Nu ga ik zo meteen douchen en slapen. Dus ik heb vandaag weer precies niks nuttigs kunnen filmen voor jullie. Maar goed, echt een super chille dag gehad wel. Als in lekker veel gedaan. Heel nuttig, daar ben ik altijd heel blij mee. En morgen komt mijn familie hierheen. Mijn stiefmoeder sowieso, mijn halfbroertje en mijn stiefzusje. Ik weet niet of allebei mijn stiefzusjes nou meegaan. Ik ben in de war. Maar in ieder geval komen ze morgen hierheen. Daar heb ik heel erg veel zin in. En ja, dat is echt super leuk. Zo, het is vandaag woensdag. En zometeen komt mijn familie hierheen. Ik weet nou nog steeds niet precies wie. Sowieso mijn halfbroertje, mijn stiefzusje en mijn stiefmoeder. Maar ik weet niet of er nou nog meer mensen meegaan. Ik heb geen idee. Maar ik ben dus echt een beetje zenuwachtiger door. Ik weet niet, ik heb zoiets van, moet hier echt super netjes zijn. En ik wil gewoon laten zien dat ik echt super zelfstandig ben. En slaat helemaal nergens op natuurlijk. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk en spannend dat ze het hier gaan zien. En ja, ze zijn hier nog helemaal niet geweest. En ik woon hier nu al 6 weken of zo. Dus dat is gewoon, ja, ik vind het gewoon leuk dat ze komen. En ook spannend. En ja, ik weet niet. Ik denk dat ze er binnen een half uurtje zijn of zo. Dus ja. Hoi hoi, ik ben een keer met Pam. En ik sta in de kamer, want ik heb een camera gestolen. Ja. Hoi Pam. Wacht, doe even omhoog. Ik heb je kruipen. Ja, jij bent lekker bij mij thuis. Ja, gezellig. Had ik al gezegd. Ik heb je gemist, hoor. Ja, hoor. Gelukkig. Binnenkort gaan we nog een video opnemen. Ja. Houden jullie gaan we doen. Dat gaan we doen. Gaan we binnenkort even een video opnemen, ja. Samen. Hey, lig je lekker? Ja. Goed zo. Lekker naar Jeroen kijken. Woehoe. Ik wil lekker wind gaan houden. Yeah! Zo, nou, mijn oma, mijn stiefmoeder, mijn stiefzusje en mijn halfbroertje was er dus. En het was echt super leuk. Ik vond het super leuk dat ze het nu hier hebben gezien. En dat ze hier gewoon zijn geweest. En het was echt heel erg gezellig. En nu ga ik weer naar school. Want ik ga nog even studeren. En straks ga ik met de klas samen eten slash chillen bij Lucas en Lisanne thuis. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. En ja, maar eerst nog even studeren op school, want ik wil nog even wat dingetjes doen. Ik heb een super, super, super leuk avondje gehad samen met mijn klas. Ik ben alleen super stom gewoon vergeten te vloggen.
Maar het hoeft ook niet altijd. Je hoeft niet altijd de vlogcamera bij te pakken. Want we hebben echt een superleuke avond gehad met de klas. En dan is het ook niet altijd chill om de vlogcamera bij te pakken. Dus het komt wel een andere keer. Ik ben het nu gewoon oprecht vergeten. En het was zo gezellig. En we hebben echt zo'n leuke, fijne avond gehad met de klas. Gewoon echt heel veel gelachen. En ja, het was gewoon echt superleuk. Dus ja, het is nu heel laat, 1:30. Ik ga slapen, want ik heb morgen echt een super lange dag school. En ik denk dat ik helemaal kapot ben. Niet dat het nou echt zo laat is, maar ik ben denk ik gewoon heel moe morgen. Want het was gewoon een druk avondje, om het even zo te zeggen. Dus ik ga snel slapen. Dus tot morgen. Goedenavond, of is het al avond? Ja, het is al 7:00 geweest, dus het is avond. Het is vandaag donderdag. Ik heb de vlog nog niet geopend vandaag, toch? Nee. Oké, het is vandaag donderdag en ja, ik ben weer lekker thuis. Ik heb net lekker gegeten en ik ben mijn favoriete musical aan het kijken, Anastasia. En daar word ik gewoon heel erg blij van en dat is leuk. En ik had vandaag een zware dag. Ik was echt super moe. Ik ben echt een paar keer dat ik echt dacht, wakker blijven, Pam. En ja, ik was gewoon echt heel moe vandaag. Ik wilde na school ook nog even studeren, maar mijn stem was moe en ik was moe. En ik dacht, laat maar, ik ga naar huis. En dan, ja, jammer dan. Ik ga denk ik ook op tijd naar bed, want ik ben zo moe. Dus dat, lekker even een chill avondje. Soraya is echt pas om 9:30 uit, super sneu. Die moet gewoon tot 9:30 naar school. Heel veel medelijden met haar. Dus een avondje alleen. Hallo! Het is vandaag vrijdag en wij zijn bij de première van Brief voor de Koning. Woehoe! Zo net. Oh. Ik haat dat echt. We moesten dus van Pamela ook filmen. Ja. Dus ja, we moesten vloggen met haar. Ja. We moeten per se zo net. Jullie moeten per se enthousiast zijn. Oh, ik zo leuk. Oh my god. Ik heb er zin in ook. Zo veel zin in. Oh, ik kan niet wachten. Nee, we hebben er echt zin in, hè? Ja, het was wel zin in. Oh, yes. Ja, ja, zijn we de vlog. En nu ben ik gezellig met Julius. Yes, we zijn er. Ja. Ja, heb jij er zin in? Kijk, Julius die gaat het interviewen. Dus Home TV, ga die video ook even kijken. Ja, check die video. Ik zet hem in de beschrijving. Pamela zit er ook in, dus dat is leuk. Oké, nou, doei. Doei, dag. Dit is roder nog dan rood en blauw en geel, vind je ook hier? Er was nimmer nog een schilder, wiens palet zo rijk bekleed was. Regenboog in vier, hij gaat vandaar, hij komt van hier. Zo, hallo allemaal, het is vandaag zaterdag en dit moet even omhoog. Anders zien jullie mij niet. Oké, dit is beter. Het is vandaag zaterdag en ik ben in Tilburg. Dat was niet de planning. Want ik zou gewoon het hele weekend thuis zijn. Maar ik verveelde me zo erg. En er zijn allemaal mensen die ik ken hier in Tilburg nu. En toen zei mijn moeder van waarom ga je dan niet gewoon naar Tilburg? Boeien. Maakt niet uit. Dus nu ben ik weer hier in Tilburg. En dat vind ik heel fijn. Want ik heb thuis gewoon niks te doen. En hier heb ik gewoon allemaal vrienden. En dat is fijn. En Soraya is er dit weekend ook gewoon. Die is nu naar school, denk ik. Maar het is wel gezellig. Gisteren de première was een beetje anders verlopen, helaas. Ik ga niet veel zeuren of whatever, want dat vind ik niet nodig. Maar er was zeg maar een afterparty. En de afterparty was boven. Maar daar mocht alleen genodigden komen. En ik met een paar andere mensen waren geen genodigden. Wij hadden gewoon een kaartje gekocht, dus wij konden daar niet heen. Wat echt super vervelend was. Daardoor konden we gewoon niemand echt zien. En Jannes die speelde. En was gewoon vervelend. Maar goed, maakt niet uit. Verder wel een leuke avond gehad. En ben super trots op Jannes. Hij heeft echt de première super goed gespeeld. Dus dat. En nu ga ik zo meteen naar de stad. Dan ga ik lekker even meeten met mensen. En even gezellig doen. Denk dat ik de vlogcamera even thuis laat.
Want, nou, misschien neem ik hem wel mee, maar ik denk niet dat ik ga vloggen. Goedemorgen. Oh nee, het is echt middag. Het is echt 3:00 middags, geloof ik. Ik heb gisteren een heel leuk feestje gehad. Het was echt super gezellig. Ik was wel laat thuis, 4:30 of zo, denk ik. En ik ben nu erg moe. Ik heb ook heel lang in mijn bed gelegen. Maar ik moet nu even boodschappen doen, dus dat ga ik doen. Maar ik heb echt een hele leuke avond gehad. Het was echt super gezellig. Ja, maar ik moet nu echt even boodschappen doen, want ik moet even eten halen voor deze week. Want dan hoef ik morgen geen boodschappen te doen. Dus ik doe het liever nu dan morgen, want dan heb ik gewoon geen zin in na school. Dus ja, dat ga ik even doen. Ik heb gisteren dus weer een pakketje binnengekregen van Shein. En dat wil ik nog even aan jullie laten zien. Ik heb het zelf ook nog niet allemaal aangepast. Dus dat ga ik nu ook even doen. Mijn gordijn is dicht, want het is alweer bijna donker aan het worden. Dus jullie moeten het wel even met dit licht doen. Maar goed, ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Oké, ik ga alles even aantrekken. Oké, dit is het eerste broekie. Je moet er even niet op letten dat ik die trui erop aan heb. Want dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar ja, dit is de eerste broek. Het is een geruite broek. En hij zit echt super lekker. Oprecht. Je hebt hier een ritje die je gewoon helemaal open kan doen. En hij is best wel stretchy. Zoals je kan zien. En ja, hij zit eigenlijk echt perfect. Daar ben ik echt super blij mee. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik weet nog niet zo goed wat ik hierop aan ga doen. Want het is zeg maar een groene broek. Met rood en zwart. Maar dus ik moet nog even een beetje nadenken wat hier leuk op is. Maar ik vind het echt een hele leuke broek. En ik zet natuurlijk alle linkjes in de beschrijving. Ik zal ook even erbij zetten welke maat ik ervan heb. Dan weten jullie dat. Oké, dan heb ik ook nog deze zwarte broek. En die riem ervan is echt een beetje raar. Just saying. Maar ja, het is echt wel een leuk broekje. Maar ik twijfel een beetje. Omdat ik denk niet dat jullie dat kunnen zien. Maar ik heb een beetje een camel toe erin. En als ik iets haat, dan is dat het. Maar het valt op zich wel mee. Het is niet extreem of zo. Ja, als ik echt met mijn benen dicht ga staan, dan wel. Maar gewoon als ik gewoon zo loop, dan valt het denk ik niet op. Ja, ik moet dit nog even bekijken of ik hier wat mee kan. Die riem erbij, dat slaat helemaal nergens op. Daar doe ik wel een andere riempje omheen. Maar het is wel gewoon een goede broek qua lengte. En qua model vind ik hem ook heel erg leuk. Dus ja, het is trouwens echt zo'n dun stofje. Maar goed, deze broek dus. Ik denk wel dat ik deze gewoon kan dragen. Oké. Oh, moest niezen. Hieronder even alleen mijn bralet aan. Beetje kinky, maar goed. Dan heb ik ook nog dit jasje. En dit jasje vind ik heel erg leuk. Alleen hij is wel een beetje groot. Maar als ik hier een trui onder aan heb of zo, dan is dat wel chill. Want dan past die gewoon goed. Maar ik heb dus ook zo'n soort jasje gezien bij de Bershka. En die vond ik eigenlijk net iets leuker. Dus ik denk dat ik die alsnog wel ga bestellen. Maar ik denk dat ik deze ook gewoon ga dragen, want ik vind hem wel echt heel erg leuk. Oké. Nou ga ik echt stuk, sorry. Maar ik heb als laatste dit pakkie. En het leek echt super leuk op de site. Maar sorry, maar dit is toch gewoon net een pyjama. Dit vind ik echt helemaal niks. Sowieso is hij ook echt veel te groot. En nou, dit is gewoon net een pyjama. Ik weet het niet. En ook, ik vind dat streepje ook niet leuk. Deze ga ik echt niet houden. Nee, dit vind ik niks. Dit gaat weg. Dit gaat echt weg. Ik vind dit echt niet leuk. Ik ben wel benieuwd of jullie het wel leuk vinden, maar nee, ik vind dit niks. Echt niet. Zo, ik ben nu klaar met mijn vlog editen en ik wil bij deze even de vlog afsluiten, want ik ga zo meteen naar bed en ik wil graag mijn vlog nog even inplannen. Want dan heb ik dat maar gedaan en dan hoef ik er morgen en overmorgen niet meer aan te denken. En dat is fijn. Dus ja, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat een leuke reactie achter. Vind ik ook altijd leuk. En ja, dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.